Helemaal geen link, maar volgens mij als je in het middel van de woestijn zit, dan heb je gewoon zoiets van tijd voor iets stomzinnigs. Maar wel leuk, dat idee. En eentje die ik wel heel grappig vind. Ik weet niet of het helemaal werkt, maar goed, daar kom je zo meteen wel achter. Ik had nog even beloofd om te vertellen waar de Edisons dan naartoe zijn gegaan. Die zijn vanavond weggegeven. Beste groep, Edison is gegaan naar Bluff. Beste mannelijke artiest naar Elaine Clark. Beste vrouwelijke artiest Ilse de Lange. Helaas niet Marieke, die ik om 8:30 van de uitzending had. Beste nieuwkomer Sabrina Stark. En beste lied en beste album Marco Borsato voor Dochters en Wit Licht. En Dochters, dat moet ik gewoon beamen. Dat vind ik gewoon echt een tof liedje. Dat heeft hij echt heel erg goed gedaan. Nou, alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Maar gelukkig ook de nominees, die worden er echt niet slechter van, hoor. Al die aandacht, helemaal leuk. Bij deze even bijgepraat. En we gaan je nu even bijpraten als het gaat om de sponsorlid van Tim is in de studio. Arnhem, hallo! Hallo! Hoe is het met je? Nou, het gaat wel goed eigenlijk. Ik ben weer binnen, ik ben weer droog. Ik ben weer waar ik wezen moet. En het is allemaal gelukt. Je hebt me wel verbaasd. Ik stuur jou weg met een opdracht om vader Jacob in het Frans te zingen. Terwijl je net daarvoor hebt gezegd dat je Frans als eerste hebt gedumpt. En vervolgens vind je 2 van 5. Dat is natuurlijk moeiteloos oplepelen. Ja, ze fluisterden ook een beetje tijdens het zingen, dus het waren echte. Het waren zeker echte. En de tweede opdracht, was dat wel? Ja, boterham maken? Ja, broodjes smeren. En je hoorde het zelf, die viel zo in de smaak. Ik ga misschien mijn carrière maar veranderen aan professioneel smeren. Hoe vond je het zelf? Ik vond het zelf wel leuk. Het was de eerste keer dat ik aan het liften was, maar het is ook niet iets wat ik dagelijks doe dus. En het viel me eigenlijk reuze mee. We werden 2 keer relatief snel opgepikt. Nog een leuk fotootje weten te nemen onderweg, maar dat zullen ze dan wel op de website zien. Ja, dat gaat niet via de radio, geloof ik. Weekendfinale.nl kan je het al zien. Daarom. En ik meen dat we redelijk wat kilometers hebben afgelegd, maar ja, ik ben echt de tel kwijt. Dus. Dat is natuurlijk de vraag, hè? Hoeveel geld heeft het opgebracht? Nou, vol verwachting klopt mijn hart. En wij hadden het in de studio. Ja. Het jullie dit wat vanavond is meegereisd met je. En, ja, goed, jij houdt het allemaal bij en hebt het ook trouw bijgehouden, mag ik zo zeggen. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik zou zeggen, kom maar door met die optelsom. Ja, 95 kilometer is er in totaal gelift. Daar komen 30 extra kilometers bij voor de opdrachten. Dat keer €10,41 komt op een totaalbedrag uit van €1301,25. Yeah! Van harte gefeliciteerd. Ja, hartelijk dank. Ik denk dat we dat heel goed kunnen gebruiken. Dat denk ik ook, ja. Oh ja, denk even dat je midden in de woestijn zit nou trouwens. Heb je dan een glaasje water? Nee, ik wil een liedje. Oh,